Goedemiddag. Het is lekker weer, dus een bekertje water van ons. Denk het wel. Alsjeblieft. Oké. Cool. Wat denk je nu dat ze ja, het was meer zo van water als meestal doorzichtig natuurlijk. Dat is geen water. Dat ziet er niet uit als water. Het is wel water, maar er zit een kleurstofje in. Lekker water. Heb je kwast erin uitgespoeld? In Kenia of Ethiopië, daar drinken de mensen dus elke dag gewoon heel smerig water. Okay. En worden ze ziek van door de bacteriën, noem maar op. Maar wij hebben nu een hele leuke actie, actie Waterkracht. Als jij dan een week alleen maar water drinkt, dan bespaar je zo'n 14 euro. Dus geen biertjes, geen wijntjes, geen cola, geen koffie, geen thee, noem maar op. Yeah. Je bespaart 14 euro en daarmee geef je iemand in die landen juist toegang tot schoon drinkwater. Wel een goede uitdaging. Ja. Het maakt je bewust en het is ook wel eens gezond voor jezelf, denk ik. Nou, dus je eet inderdaad gewoon en je laat al je drinken staan en dan doe je het water. Ja, dat is het idee. Je laat wat staan, maar daar help je wel een ander mee. Ja. Nou, ik ga het lezen. Doe jij mee met de actie Waterkracht?